mij als opoffering om zelf hoger op te komen, want ze willen zo graag populair zijn. En afgewezen. Want ik heb wel een missie hier, joh. Ik heb wel een doel. Doe het niet om populair te zijn of zo. Maar ik wil echt de satanische, sadistische rituelen en bewegingen opgeruimd. Er moet gerechtigheid komen voor hun die al vermoord zijn. Hun die al doorgedraaid zijn, in psychose beland zijn. Karma is een bitch voor je. Ik heb vanaf het begin af aan al gezegd, mijn identiteit is beschermd. God beschermt mij. De serafims om me heen beschermen me. Mijn mind, above the matter, beschermt mij. Zij alle slangen, alle ratten, alle zwijnen, al die varkens. Gaan allemaal een straf krijgen. Zijn gewoon reptielen die met zwarte magie bezig zijn. En dan denken je met iets te kunnen fokken wat bij God is. Je hebt mijn ziel verkocht aan de duivel en daarna denk ik te verkopen aan een of ander keeltje. En dan niet snappen wat ik bedoel met dochter van de duivel, zoon van God. Ga ze me alienated, ben heel alien aan het worden. Mag niks zijn en niks zijn is een stuk krachtiger wat ik ben, nog steeds. En ik ben is een stuk zwaarder, telt een stuk zwaarder als iemand of iets zijn. Mijn karakter en persoonlijkheid is tenminste echt. Jullie zijn allemaal fake, belachelijk. En als je opofferingen nodig hebt, het dieren opofferen is al één ding, maar mensen opofferen. Mensen uit de weg opgesloten dood willen hebben, zodat hun vrije doorgang hebben. Andere mensen hun informatie, hun woorden, hun zinnen, hun dromen en hun ervaringen. Graag die route willen lopen, terwijl ze niet door die pijnen en trauma's heen zijn gegaan. Alles alleen maar fake is wanneer je door die emoties aan het heen prikken bent. En daarmee ben je niet zonder gevoelens aan het kopen. En daarmee ben je niet dat je voelt aan het kwijtraken of zo. Mensen die het licht maar niet aan kunnen laten, alles laten doven. Die vibraties zo laag neerzetten en alleen maar aan het liegen zijn. Alles zogenaamd bewijzen voor hebben, maar hun leugens. Dat duimzuigerij, elke keer geen bewijzen voor hebben. Want ik breng wel politie die aan de deur komt. Op beeld, plaats het op YouTube. We kunnen die copycats niet. Sowieso al die leugens van dingen die zogenaamd ergens in de sloot drijven bijvoorbeeld. Anderen die in de chat of onder video's tekst aan het neerzetten zijn om iets te bevestigen. Waarvan iedereen weet dat er allemaal geen bewijzen zijn. Maar het iemand op zijn woord geloven, alleen maar dat is. Daar waar aangekaart wordt door anderen dat het niet zo is. En daarmee er geen bewijzen zijn. Ik bedoel, andere mensen iets laten herhalen, maakt het niet waar. Hè? Kan alleen maar jezelf voor de gek houden. En alleen maar omdat ze populariteit willen, zodat ze influence kunnen uitoefenen op het collectief. En dat hele collectief wat er achteraan wandelt, want die zijn ook alleen maar alles voor geld, aandacht en fame aan het doen. Maar iets wat voor mij gemaakt is, is niet voor jou gemaakt. Je bent alleen maar jezelf aan het verliezen.
in competitie met iets wat je eigenlijk wel leuk vindt. I have a crush on you. Ja, maar ik ben hetero of lesbisch. Lastig, ik weet het. Want je lusten zijn een stuk zwakker als mijn verlangens. Jij bent je verlusten aan het uitsmeren en ik hoef mijn verlangens niet uit te spreken. God weet wat ik wil. Weet wat goed voor me is, wat slecht voor me is. Waar ik vrij kan lopen en waar ik beschermd moet zijn. Als jullie niet eerlijk kunnen zijn, je gevoelens niet uitspreken en alles maar aan het verstoppen zijn achter emoties en een masker. Sommigen die zijn aan de pijpen en een kontje aan het bieren om hoger op te komen. Gooi hun benen omhoog. Ze zijn voor alles voor andere mensen aan het doen om maar hoger op te komen. Hebben andere mensen nodig, zodat andere dingen geloven. En ik doe het solo, ik doe het alleen. En zelfs met al dat verraad om me heen is het niet te stoppen. Technologie is een bitch voor jullie. Want mensen in het verleden hadden die technologie niet en kwamen echt alleen te staan. Mensen die ouder zijn. Maar het gedrag is zo kinderachtig. En er dan achter moeten komen dat mijn ziel er vanaf het begin af aan al was. Ik was er voor het vlees. Altijd de licht en de spirits waren eerder. En jullie zijn slechts een klompje vlees wat hier al rondloopt. Zijn jullie niet om een menselijke ervaring te hebben? Nee, jullie zijn gewoon mensen. En dan haten, want je kon wel bij spirit kopen, door evolutie heen gaan. En dan kon je wel ook een resurrection in jezelf teweeg brengen. Nee, mensen willen zo hebben met de visjes, toch? We blijven niet in het zoete water. Nee, gaan het zoute water in. Raak helemaal zuur. En sommige mensen willen bij anderen de pH-waarde naar beneden halen. Sommige mensen doen dat bij hunzelf. Net als dat ze de vibraties laag houden en niet op de hogere frequenties daardoor kunnen aantappen. En gewoon mij weg willen. Opgesloten en anders maar gewoon dood. En dan loop ik niet in de weg. Want ik ben blijkbaar de enige die aankaart hoe fucking fake sommige mensen zijn. En er is een heleboel hoor, wat de copycats op internet. Het hele team. Dus dat hele team moet wel bij ze horen. Want anders hadden er meer dan 20 mensen zich uitgesproken. Dat copycat mij aan het nadoen is. Maar hebben allemaal iets gekregen om te zwijgen. Maar de visioenen die komen bij mij. Daarna gaan we jullie lampjes branden. Jullie gaan iets voelen wat voorbij jullie kippenvel gaat. Dus als niemand maar hulp aan het bieden is. Zorg aan het geven is. Ja, al die mensen die laten zich maar verleiden, misleiden, zijn aan de drugs of aan de medicijnen. Die zijn zelf aan het doordraaien, gek kan het worden, gaan helemaal koekoek door het leven zometeen. Het is allemaal nep, dus jullie carrière, wat allemaal niet jullie roeping is, wat jullie graag willen hebben. Is want jullie gaat gek maken. Het wordt een opstap te zijn, nee hoor. Dat niet te gebruiken om stappen naar beneden te doen. Want sommige mensen zullen iedereen verraden om hoger op te komen. Zullen andere mensen pijn doen om hoger op te komen. Ze laten iedereen tekort doen. Hun vrienden, hun familie, alles.
kunnen geen goede buren zijn, want ze zijn knieperig met iets bezig. En what comes around, goes around. En what goes around, comes around also. Mensen denken te vernederen, zet alleen maar zichzelf voor schut. En ik hou voor niemand mijn adem in. Ik ben niet van plan om te verdrinken in jouw tranen. Dus mensen wouden geen vrienden zijn, geen goede kennissen zijn, geen goede buren zijn. En bloed is blijkbaar niet dikker als water. Dus alles maar in competitie. Anderen kapot en stuk willen hebben. Gewoon beef op het internet willen. En alles alleen maar voor clout. Alles komt wanneer het komt. En het is niet wat het is. Want alles kan veranderen. Dus ja, voor andere mensen aan het werk en aan andere mensen aan het saboteren. Omdat ze allemaal gierig zijn voor geld. En er niks op vooruit zijn gegaan als je het gaat vergelijken met als je goed en aan mijn zijde stond. Wat ik je allemaal had kunnen geven straks. Maar hè, je had geen geduld. Je wou sowieso die schone zaken niet, maar was met smerigheid bezig. En we hadden graag mee in zee, toch? Dus dan mag je zwemmen met al die visjes, kom je vanzelf wel de heien tegen. Een heleboel van jullie die zijn al opgegeten door die heien. Maar ja, people have my back en God heeft hem sowieso. Een heleboel mensen die zijn echt gewoon gek en they're going insane. Ja, dat is wat ze op zichzelf afroepen, want ze zijn het gekker, bonter, steeds zuurder aan het maken. Ze zijn gewoon vast aan het wennen, voor als ze zometeen er heel heen lopen. Ondertussen ben ik vrij, zitten hun aan touwtjes gebonden. Oh, meteen 3 video's achter elkaar, ik heb er honger van gekregen.